plaats, maak plaats. Maak plaats voor Reinoud de Vierde, hertog van Gelre, hertog van Geluk en graaf van Zutphen. Hij is de gezel van Bourgondië. Aanschouw! Welkom in de wereld van de gebroeders van Limburg. In Nijmegen kun je de middeleeuwen dit weekend proeven en beleven. En dat is precies wat wij gaan doen. Ja toch, hertog? Nijmegen keert dus een weekend lang terug in de tijd van de gebroeders van Limburg. De meest beroemde kunstenaars die de stad ooit heeft voortgebracht. Maar wie waren die gebroeders nou eigenlijk? Het is eind 1300. In het centrum van Nijmegen staat een atelier. In dit atelier zal de basis gelegd worden voor de grootste miniatuurkunst ooit. Paul, Herman en Johan groeien op in een omgeving van penselen, bladgoud en beeldhouwwerken. Vader is beeldensnijder, moeder is borduurster en oom en grootvader zijn schilder. De familie leverde regelmatig werk aan de hertog van Gelder. In deze omgeving leerden de broers de fijne kneepjes van het vak. Oom Jan blijkt een groot talent en treedt aan het einde van de 13e eeuw als schilder in dienst van de hertog van Bourgondië. Een grote stap in het leven van de Nijmeegse broers. Want rond 1400 laat oom Jan zijn begaafde neefjes naar Frankrijk komen. De jongens zijn dan nauwelijks 15 jaar oud. In Frankrijk werken de broers voor Philips de Stoute en later als hofschilders voor de hertog Jean de Berry. Hun belangrijkste werk is het illustreren van manuscripten. Ze vallen meteen op door hun ongekende oog voor detail, rijk kleurengebruik en realistische afbeeldingen. Hun werk is ongelooflijk populair en ze bewegen zich in de allerhoogste kringen, maar ze reizen nog vaak naar Nijmegen. In Frankrijk maken ze hun bekendste werk, maar hun vakmanschap is in Nijmegen ontstaan. In 1416 sterven de broers amper 30 jaar oud aan de pest. Maar hun werk is ook nu nog het crème de la crème van de miniatuurkunst. Een heel bijzondere delicatesse en apart gerecht is de schapenpenis. Dat werd dus in de middeleeuwen gegeten, hè? Ja, klopt. En wil jij misschien even dan de schoonmaker voor me? Wat je dan eigenlijk moet doen is gewoon zo. Dan trek je zo dat vlies er vanaf en dan zie je hier dus zeg maar eigenlijk de schoongemaakte penis ertussen zitten. Hoe kun je dat nou eigenlijk lekker maken? Want het ziet er nog niet echt heel appetijtelijk uit. Nee. Nou ja, wat je kunt doen, in het oorspronkelijke recept wordt die binnenstebuiten gekeerd en dan gevuld met een soort eiermengsel. Gebakken en dan bestrooid met kaneel en gember. Wat wij hier gaan doen is ze in stukjes snijden en paneren. Okay. Dan lekker de frituur in. Nou, grote stukjes, kleine stukjes, gewoon maar zoiets. Zoiets. Gewoon van die lekkere kleine hapklare brokjes zo, eigenlijk. Zo, best wel taai, hè? Ja, het is taai spul inderdaad. Het lijkt een beetje, ja, het lijkt ze een beetje op calamaris eigenlijk qua structuur. Een beetje inktvisachtig dus. Ja, ja precies. Okay. Zo, nou, dit wat over is, ik weet niet wat we daarmee moeten. En oké. Ja. Ja, nou, het is klaar. Okay. Gooi het er maar in. Kijk uit voor je vingers. Nou, het zit het lekker.
Ja, nou, het gaat redelijk snel. Dus ik zou zeggen, draai ze een beetje en dan mogen ze eruit. Yes. Nou, niet aanbakken natuurlijk, hè? Nee. Of is het beter door bakken? Door bakkenpenis? Ik betwijfel het. Zeg, proost. Smakelijk eten. Daar gaat hij dan. Jij eerst. Lach van blijdschap. Nou, misschien moet je er niet meer nadenken wat je eet. Iets voor thuis misschien. Ja. Maar inderdaad, het smaakt naar inktvis. Dat klopt. Ja. Ja, ja, er is nog meer hoor. Dus, ik ben er nog niet over uit hoor, of dit nou echt wel heel zo geweldig is. Nou, ik vind het niet erg lekker hoor. Wat hier straks achter mij op het toernooiveld gaat plaatsvinden, is het toernooi van het Valkhof. De hertog van Gelre heeft een uitdaging uitgevaardigd voor een toernooi. En die uitdaging is aangenomen door Sander van Koenighoven en Marie van Ornes. Wat u kan verwachten straks is het daadwerkelijke toernooionderdeel zelf. Dat betekent dat de ridders, geharnast en met de lans ter hand, het tegen elkaar zullen opnemen in het steekspel. Als de ridder zijn tegenstander volledig uit het harnas weet te werpen, zal deze het paard van zijn tegenstander winnen. En er wordt beweerd dat de hertog op deze manier aan zijn grote manege is gekomen. Iets meer snelheid voor de ringen. De hertog heeft de lans op. Meestal betekent dat hij al direct klaar is. En ditmaal een uitstekende treffer van de hertog, Reinoud de Vierde. Je ziet hierbij dat het niet alleen belangrijk is om hard te kunnen slaan met een zwaard of knuppel. Maar ook beheersing van het paard, dressuur en een goede band met het paard zijn hier essentieel en belangrijk. En Reinoud. Hoe de knapen zich naar alle hoeken van het veld haasten. En de eerste persoon die ik uitnodig om de proef van bekwaamheid af te leggen, is de favoriet van de adel, dames en heren, Marie van Ornes. Het is dan ook een combinatie van snelheid en precisie die ervoor zorgt dat de Saraceen goed wordt geraakt. En er wordt flink op Sander van Koenighoven losgehaald, dames en heren. Sander van Koenighoven. Dames en heren, een applaus voor Reinoud de Vierde, de uitdager en zeker een kracht om rekening mee te houden. Als je in de middeleeuwen niet lekker was, dan kon je naar het spreekuur van de medicinee. Nou, ik voel me de hele dag al niet helemaal lekker. Ik moet continu naar de wc, dus ik heb even wat verzameld. Dus even kijken wat ze daar allemaal uit kunnen halen. Nou, dit is wat ik op de wc heb geproduceerd. Zo. Ik ga er even naar kijken, hè, want het gaat niet ja, goed. Ja, ja. Hebt u ook heel veel dorst de laatste tijd? Ja, behoorlijk, ja. Ja, want ik bekijk de urine en ik zie, het is heel helder, heel doorzichtig, heel licht. Het is vrij veel en er zit geen bezinksel in. Het ruikt het niet overdreven vies of rottende vochten of zo. Even proeven. Ik zou het niet doen, maar dit was vroeger gebruikelijk. Mm-hmm.
Ja, ja, want ik moest weten of het zoet of zuur was. En deze urine is echt zoet. En dat wil dus zeggen dat de middeleeuwse dokter dan zegt... uw nieren zijn ontemperd. En daardoor wordt de lever veel te droog. En we voelen dan ook nog eventjes naar de pols. En die is ook snel. Als je nu bij een dokter komt, nou, dan heeft hij hooguit een kwartier tijd voor je. Of je moet het al aanvragen, hè? Mm-hmm. Maar zo'n spreekuur in de middeleeuwen, dat duurde natuurlijk hartstikke lang dan. Ja, we moeten zich realiseren, doctores medicinae, dat waren er maar weinig. Voor de adel en soms voor een stad. En die hadden alleen maar eigenlijk zieke klanten die ook tijd genoeg hadden en ook wel goed betaalden. Dus je kon ook meer tijd nemen, maar dat was ook nodig. Want je moest de stand van de planeten berekenen op het moment dat iemand geboren was en op het moment dat iemand ziek geworden was. En pas als je dat allemaal wist, kon je uitrekenen met allemaal tabellen wat voor ziekte er aan de hand was. En samen met het verhaal van de urine natuurlijk. En de pols. En dan kwam de diagnose en dan kwam het advies. En vervolgens, ja, om de balans te herstellen, was ook aderlaten nodig. Aderlaten, ja. Aderlaten. Dus de chirurgijn, die gaat u aderlaten. Wij, doctores medicine, doen dat niet. Oké. Dus zullen we dat gaan doen? Ja, laat maar doen. Als het de enige manier is, dan moet dat maar, hè? Ja, ja, oké. Mag ik dan een sling hebben om de stuur in het... Stuur van bloed. Even lekker flink afknijpen, ja, natuurlijk, hè? Ja. Oh, hard aantrekken. Draait uw arm maar even om. Dan gaan we in het vlees snijden. Dat gaat pijn doen. Ja. En daar komt het bloed. Juist, inderdaad. Goed, dat gaan we opvangen. Geef ze maar een doek aan, graag. Ja, kijk, dan hebt u een wond. En dit is een doek om doen om het te verbinden, het bloed te stelpen. Echt hygiënisch was het ook niet, hè? Nee, we... Ja, niet naar onze bloedstaaf. Dus eigenlijk kon je hier ook weer wat van oplopen. We kennen de bacteriën nog niet. Nee. Dus niet van bestaan. Nou heb ik een mooi drukverbandje. Ja. En nou kan ik zo weer naar buiten lopen. Daar mag u zo mee in huis. Ja. Ja. En dan wens ik u veel sterkte ermee. Nou, hartelijk dank. En succes verder bij de behandeling met bij de dokter. Ja. Ik denk dat hij het wel goed voor elkaar krijgt. U kunt hier wel wat mee. Jazeker. Dat is genoeg, toch? Ja, ja, dat is prima. Oké. Vanavond is het feest, soirée heet dat. Dat is het begin van feestelijk begin van het festijn van de Gebroeders van Limburg. Mensen die vinden het heel leuk om de kleding te bekijken. Dat kan natuurlijk ook op de blijde inkomsten die op zondagmiddag altijd gehouden wordt door de stad. Maar dan trek je de stoet voorbij en dan is het niet de mogelijkheid om heel goed een kostuum te bekijken. En nu wordt het geshowt en er wordt wat over verteld. En ja, de mannequins die houden het aan. Als mensen interesse hebben, dan kunnen ze het ook van heel dichtbij bekijken. We zien hier het Hof van Maasbommel. Maasbommel is een Hansestad, 4 uur te paard hier van Nijmegen. Ja, als je het hebt over kleding maken en ermee bezig zijn, dit is ook kostbaar in deze tijd, hè? Erg kostbaar. Het heeft ons 2 jaar gekost om dit helemaal te vervaardigen. En ja, qua materialen ben je gewoon heel wat kwijt. Jolijt, de groenteboer, heeft een eenvoudige bruine wollen kaproen aan, een groene wollen tuniek en bruine beenlingen. Hofkleding uit 1385. Het is een beetje heraldisch. Je ziet de fenixen. Dat is in die tijd was de herleving van de oude Griekse verhalen. In die tijd was het natuurlijk geen synthetische stoffen. Het was voornamelijk linnen dat mensen zelf konden maken, maar dat was nogal bewerkelijk. En wol, dat was bijna overal voorhanden. Dus heel veel mensen droegen wollen kleding. En ja, dat prikt natuurlijk. Dus een linnen hemd was wel handig, ronder. Maar dat ging dan ook heel lang mee. Dat kon soms wel 50 jaar in een gezin blijven. En dat werd constant versteld en vermaakt. Draaien, draaien, draaien.
De hertog van Gelre was ten tijde van de middeleeuwen een machtig man in Europa. En het deinsde dan ook niet terug voor een oorlogje meer of minder. Maar de huurlingen die legden zich daar niet bij neer en sloegen hun kampementen op voor zijn poorten. In de hoop dat hij zich over zou geven. Hier op het, bij de compagnie van Brederode, dus, dat is een reenactment groep. Die beelden 1473 beelden ze uit. Het kampleven wat u hier ziet. En daarnaast doen ze ook de battles, gevechten worden hier gedaan. Het is een kamp, moet een kamp voorstellen die wordt opgebouwd. En voordat je ergens ten strijde gaat, nou, dan heb je natuurlijk al je zaken nodig om... Een smid is er en wat zaken, er wordt gekookt, nou, alles wordt geregeld om uiteindelijk straks de battle in te kunnen gaan. Dit is ook een ridder, die is ook net terug. Nou, het probleem met ijzer is natuurlijk, omdat we zo authentiek mogelijk werken, is dat het heel snel gaat roesten. Nou, op het moment dat je dus een regenbui over je heen hebt gehad, ja, dan is natuurlijk het poetswerk heel belangrijk. Nou, in de middeleeuwen hadden ze natuurlijk allemaal een schildknaap. Nou, dat kunnen wij tegenwoordig niet echt permitteren. Dus hij moet het allemaal zelf doen, helaas. En de harnas weegt tussen 35 en 45 kilo. Dus dat zijn ongeveer, mijn harnas weegt 35 kilo. En ik weet niet hoeveel. Ook tussen 35 en 40. Ja. Maar het hangt aan allerlei lusjes en dingetjes aan zo'n jas. En zo'n jas zit heel strak. Het is net een soort korset. En als je daar dingen aan vasthangt. Ja, het is geen boodschappentas van 30 kilo. Dus je kan er behoorlijk mee. Je draagt het op je schouders. Je draagt op je schouders. En het wordt verdeeld over je lichaam. Dus, je kunt hem ook zien. Kijk, de schouders zitten daaraan vast. Dit hangt er op zijn middel vast. De benen zijn al weg. Ja. Ja. Nou, het is de riddertent, het is de jongvrouwen. Nou, natuurlijk op het kampement moet je natuurlijk ook slapen. Nou, je zit natuurlijk zelf een beetje luxe voorzien. Dus ja, zoals je ziet, we hebben zelf een beetje luxe ring gemaakt. De koeienvellen liggen op de grond. Het riddertrafereel wat op een gobelin wat op in de achterwand om het gewoon een beetje gezellig te maken. Ja, en hier slapen we dan. Achter het eindje, daar gebeurt het. Met een slaapprint. En hiervoor wordt gezellig wat gegeten, gedronken en is de vrouw is bezig met handwerk. Thank you.
kastje, daar moesten ze het in de middeleeuwen natuurlijk van hebben. Om warm te blijven, maar ook om lekker te kunnen koken. Pierre, wat heb je allemaal meegenomen voor lekkers? Nou, ik heb hier zeg maar allemaal mooie dingen bij me. Vis uit die tijd, weet je bijvoorbeeld wat lachen is? De zalm. Dat is, was volksvoedsel nummer 1. Het was wel zo dat bediening in, hadden gezegd, ik wil maximaal 2 keer per week zalm eten. Het was echt gewoon hartstikke goed. Weet je wat ook goedkoop was? Oesters. Maar wat oesters, oké. Okay. Ja, en wat ze heel vaak deden was in de middeleeuwen is gewoon een vis op een stokkie. Dit is gewoon echt de meest, doe je gewoon een vis. En doe je gewoon zo en dan ga je gewoon... Lekker het een beetje aanroken. Dus ik zou zeggen ja, van... Ja, precies. Nou, en dat kostte wel even wat tijd dan, denk ik. Nou, alles zeker kostte, maar zo'n vuurtje. Alles kostte tijd. En als je weet dat ze maar 2 keer per dag aten en onregelmatig... En ze deden er uren over om die maaltijd te bereiden. Maar nu is het hip in de huidige tijd om met laag vuur langzame temperatuur. En toen deden ze niks anders. Ze hadden niks anders. En ja, ik heb ook kick. Iets wat ik ook wil vertellen nog. Je gooit je vis op. Ja, je moet hem wel vasthouden. Maar wat ook echt een kick is. Dan moet je natuurlijk wel even goed doorbakken dan. Ja, hè? Ze aten daar op broodborden. Dus je had geen aardewerken borden, maar gewoon bord van brood. En dan, als je een beetje rijk was, maakte je van tarwedeeg. En als je het niet zo rijk had, moest je gewoon van roggebrood en oude brood van een week geleden. Dan plak erop en dan was dat je bord. En was het wel een beetje veelzijdig? Want je hebt dan vis, heb je groenten. Is dat een goed dieet van toen, zeg maar? Die dokters van toen zeiden, ja, groente is ongezond. Want het is niet voedzaam. Nou, nu moeten we niet anders eten, zeg maar, toch? Ja. Want, kijk, de vitamine was toen nog helemaal niet uitgevonden natuurlijk. Dat wist men niet. Tot in die groenten. Dus kijk, dus alle groene groenten was eigenlijk meer armenvoedsel. Dus kijk, ik heb hier een mand bij me met de foute middeleeuwen. Rond deze tijd, 1300, dit kan je dus gewoon... Dit is wel vergeten groente, prachtige groente. Ja, wat is het dan? Een courgette, maar die komt gewoon... Oh, nou, die dat ziet in. Bij ons even heel anders uit, ja, zo. Bijvoorbeeld, dit is de cactuskomkommer. Dat komt ook niet in die tijd voor. Bijvoorbeeld, de tomaat is pas na 1900 zelfs. Weet je, ik bedoel, dit zijn allemaal dingen en wat ze daar toen aten was dus kolen, snijbieten. En wat ook kicken was, dat is echt waar, ze hadden toen natuurlijk geen Porsche of auto's. Maar hoe wil je laten zien, ik ben de Bink? Ja, aan de hand van dat je mensen iets voor kan schotelen. Ja, bijvoorbeeld een pauw. Er werd een pauw gevuld en die werd dan zeg maar met een heel klein houtsnipje werd dat erin gedaan. Het ging om dat houtsnipje en die pauw die niet tevreden was kreeg het personeel. En dan die hele pauw werd in zijn pauwgebeuren op tafel geserveerd. Dus was een die rijkdom. Nou, dat waren bacchanalen, joh. Ongelooflijk, toch? Je moet wel gaan vissen. Ja, joh, hier, kijk dan toch, man. Kijk, nu wordt het... Dan begint er wat te klijken, hè? In de herberg neer gezeten, willen wij ons lot vergeten. Spelen wij om brood en bier, drinken doet ons leven hier. En wat er hier zoal gebeurt, bewaart ons weinig geld steeds gebeurt. En elk op ons aard bestaan, dus zwijg gij stil en hoort mij aan. Ja. En neem er nog één. Dan gooi je met z'n vieren. Ik ben Guus Fennek en ik ben lid van de muziekgroep Krabbel. Die middeleeuwse muziek maakt op oude instrumenten. Zoals draaien, doedelzak en dergelijke. Wij spelen muziek die opgeschreven is. Zo'n beetje van de 11e eeuw tot en met de 15e eeuw. Zeg maar in de tijd, tot de tijd waarin de gebroeders van Limburg, de bekende gebroeders, leefden. En daar werd religieuze muziek uiteraard gespeeld. Dat was een groot gebruik. Maar er werd ook gewoon profane muziek, zeg maar wereldse muziek gemaakt, dansmuziek. Er werden liederen geschreven, eigenlijk door heel Europa. Ook in Nederland. Drink en honden, drink maar duizend, drink de heiden die ons schuiven. Hey! Na zes ronden nog te weinig, smijten we al die mannen schuiven. Door het dolle heen geraken, drinken, zuipen zonder maat. Laat dit ons laatste drinken zijn. Ik speel het meest op doedelzak en tegenwoordig vedel, draailier, maar niet zo heel vaak meer omdat mijn zoon en mijn dochter inmiddels draailier spelen. Dus we proberen zoveel mogelijk met verschillende instrumenten in de groep te spelen, zodat je een gemengd geluid krijgt. Zeg maar. Als je wat laat zien en horen, en in dit geval proeven van de middeleeuwen, ja, dan hoort daar ook muziek bij. En dan met name muziek op die oude instrumenten.
En dan ook die muziek die in die tijd gemaakt is. Het is 1388 en er hangt oorlog in de lucht. Troepen van de hertog van Brabant steken stiekem de Maas over en rukken op naar Nijmegen. 500 moedige ruiters van de hertog van Gelre gaan zo'n 10.000 vijandelijke soldaten tegemoet. In amper 2 uur tijd weten ze de troepen neer te slaan. En geschiedenis is geschreven. Dat was het, de uitzending zit erop. Komend weekend kunt u kijken naar het fruitcorso in Tiel en het bloemencorso in Lichtenvoorde. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!